De aanpassing is nog niet af, maar de situatie is momenteel afgezet met rode en witte barriers. Als de situatie bevalt, wordt de nieuwe situatie definitief gemaakt. Maar werkt zo'n zebrapad op deze plek eigenlijk wel? Het zou namelijk betekenen dat fietsers moeten stoppen voor voetgangers. Nou, die gaat er gewoon omheen. Nou, dat was net op tijd. Nou, weet je, dat kan je ze nog wel geven. Ik was natuurlijk nog wel ver weg. Ze remmen af allemaal. Ze stopt wel. Ja, ze hebben hier zelf wat aangelegd. Klopt. Vind je het veiliger geworden? Ja, het is wel veiliger, maar niet zo handig voor de fietsers. Want ik doe zelf thuisbezorgd. Dat is niet zo, dan moet je de hele tijd wachten en zo. Ja, je hebt er wat meer een richting, dus het zal wel iets veiliger worden, lijkt mij. Het is natuurlijk de bedoeling dat de fietsers stoppen voor de voetgangers. Ja, dat snap ik. Ja, als alle scholieren weer naar school gaan, denk je dat ze gaan stoppen of fietsen ze door? Ze moeten wel stoppen. Ik denk dat ze eromheen fietsen. Dat doe ik zelf meestal. Ja, ik denk dat ze allemaal door fietsen. En zou je zelf een betere oplossing hebben? Ja, gewoon weghalen. Het was eerst goed, voor mijn idee. En weer uitwijken. Zo. Zebrapad, mevrouw. Zoals verwacht zijn de fietsers niet erg bereid om voorrang te verlenen aan de voetgangers. Wat dat betreft is het maar de vraag of deze nieuwe aanpassing definitief wordt. Ja?